Het moment dat ik hier in Portugal ben aangekomen, staat mij nog steeds heel dichtbij. Ik word er altijd emotioneel van. En ik begon al om 11 uur aan de witte wijn. En dat was geen goed plan. Dat merkte ik van mezelf. Maar ik deed er niks aan. Ik dacht dat, eigenlijk, dat ik een leuke, aardige jongen was. Maar het blijkt toch achteraf dat mensen een heel ander beeld van mij hebben gehad dan ik zelf had in die tijd. En de specialisten zeiden ook van, als jij weer gaat drinken, je hebt een levenbeschadiging, dan heb je misschien nog 3-4 jaar te gaan. Dus het was serieus. En we kwamen bij Villa Ramadas en dat was meteen een goed contact. Het werd serieus genomen en door de behandeling ben ik erachter gekomen dat ik niet die persoon was die ik in mijn gedachten altijd had. Vandaag de dag voel ik mij eigenlijk heel fantastisch. Je lichaam gaat anders praten, je ogen gaan anders staan. Ik merk dat ik heel anders benaderd word dan voorheen. En het is ook wat je geeft, dat krijg je terug. Maar het belangrijkste is dat je erop focust en open staat om in zo'n behandeling te gaan. En met de dag tot vandaag en in de toekomst raad ik het iedereen aan om goed naar jezelf te kijken.